Maar eerst, waar slaap je als je nacht wilt doorbrengen in Enschede? Ja, je hebt bijvoorbeeld het Intercity Hotel bij het station. Je hebt de Broeiert, zit dan richting Hengelo bij de Universiteit Twente. En je hebt ook een aantal bed and breakfasts. Sinds vorige week hebben we in Enschede en hebben de Enschedese toeristen een nieuw slaapplek in Hartje Enschede. Dat is Bed and Breakfast The Residence. En daar gaan we even wat beelden van zien. Nou, welkom en kom binnen. Welkom in de residence. Zo, welkom. Dit is dan... dit is een van de jungle themakamers. Zoals je kunt zien. Groen, heel veel dieren. En het allerleukste van het appartement vind ik persoonlijk het uitzicht. En dat is de Walstraat van Enschede. Wat mij betreft de leukste straat. Maar ik vind dit gewoon wel echt een heel uniek, leuk straatje van Enschede. Waar goed eten en leuke activiteiten bij elkaar komen. Zo, de nature thema. Het is ook wel leuk. Maar dit is dus dat gemstone thema, hè? Dit is ook een hele lekkere slaapbank. Dus dit is weer zo'n tweepersoons appartement, maar kan door vier personen gehuurd worden. Hey, het concept is echt dat je een heel appartement huurt. Dat als je een booking doet, dat je dan een heel appartement tot jouw beschikking hebt. En we hebben verschillende appartementen van vier personen, maar ook van zes personen. En dit appartement heeft dan één slaapkamer, maar kan door vier personen bezet worden. En het leuke is dat je een heel keukenblok voor jou alleen hebt. Dus je kan je boodschapjes doen. We hebben koffie- en theefaciliteiten. En een hele keuken. Je kan lekker koken, maar je kan ook gewoon de stad in. En afhankelijk van wat de reden is van je overnachting. Het doek. De themadoeken, de visuals die we hier hebben. Ja, ik vind dit wel... Groen is mijn lievelingskleur, dus ik vond dit wel heel mooi bedacht zo. In de studio praten we nog even verder met de uitbater van die bed and breakfast. Dus Meral Halacheli. Meral, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een bed and breakfast openen in coronatijd, dan moet je wel lef hebben. Ja, zeker. En ik vind ook dat je in tijden van crisis ook kansen moet kunnen zien en herkennen, maar ook moet kunnen grijpen. De eigenaren van het pand die kwamen met het idee om er een bed and breakfast te beginnen. Mm-hmm. En ik ken Peter dan persoonlijk ook vanuit... Ik heb wel eens wat van hem gehuurd. Ja, want even jij bent niet de eigenaar, maar de manager, de uitbater. Ja, de general manager, zo noem ik mezelf dan. Ja. Ik run het dagelijkse reilen en zeilen van de residence. Ja, en hij kwam met het idee? Hij kwam met het idee en hij heeft het gezien in andere grote steden in Nederland... En hij dacht, ik wil er een bed and breakfast van maken. Wat vind jij daarvan? En ik zei, nou ja, weet je, ik heb al 12 jaar een onderneming om de hoek. Ik heb zelf een city spa en ik zag ook wel wat samenwerkingsmogelijkheden. En toen hij nog op zoek was naar iemand om de bed and breakfast te runnen, heb ik mezelf aanbevolen. Ja, want je hebt het dan over Mufide. Dat is, dat is ook een zaak van jou. Ja, dat is mijn bedrijf. Dat is een spa. Een kapsalon, schoonheidssalon, een city spa noem ik het. Dus alles voor het gezicht, voor het haar. We doen massages, maar we doen ook gezichtsbehandelingen. Ja. Zit aan Van Loenshof? Zit aan Van Loenshof, ja. Hoe ga je dat dan? Want je hebt blijkbaar ideeën om een bed and breakfast en zo'n spa waar je net over vertelt, om samen te laten werken. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, ik heb een aantal leuke arrangementen bedacht. Waarbij gasten die in de bed and breakfast verblijven dan ook bij mij behandeld kunnen worden. En daar een heel leuk arrangement van gemaakt. Maar wij hebben ook een interregionaal karakter. Onze salon krijgt klanten vanuit Amsterdam, Groningen. Laatste dames uit Maastricht, Apeldoorn, Amersfoort. En vaak blijven die dan in een hotel in de buurt of aan de rand van de stad. En nu kunnen ze bij mij om de hoek verblijven. Kijk aan, meteen na de behandeling gewoon lekker een bed and breakfast in. Ja. Hey, maar een bed and breakfast in mijn ogen, is dat dan zo'n huisje waar dan zeg maar iemand van een omaatje nog een extra kamertje heeft en wordt dan iets verhuurd. Ja. Maar dit zijn 15 appartementen bijna. Ja. Dit is een soort van hotel in mijn ogen. Je kunt als je binnenkomt, voelt het heel erg aan als een boutique hotel, vind ik zelf. Alleen, we hebben dus niet de hotelfaciliteiten als een receptie of een 24 uurs bezetting van personeel.
Als je bij mij een kamer boekt of een appartement boekt, krijg je dus echt een appartement. En je bent vrij om te doen wat je wil. Dus er is geen avond iemand die staat te wachten of de deur op slot doet op een bepaald tijdstip. Je huurt een appartement voor een dag. Zo, voor een nacht. Voor een nacht. Ja, zeg maar. Voor een overnachting of een week. We hebben mensen die voor een zakelijk verblijf 2 weken hebben geboekt. We hebben een dame met haar kind wat een paar dagen komt om Enschede te verkennen. Ja. Maar we hebben ook een gezin met kindjes. Die zijn ook welkom. Dus we hebben een heel gemixte doelgroep. Je hebt al boekingen. Zit dat dan al? Kun je iets zeggen? Zit dat helemaal vol? Nee, nog niet. We zitten nog niet helemaal vol. We waren van plan eind oktober ongeveer open te gaan. Maar we stonden al helemaal klaar in de startblokken om te beginnen. Dus het hele complex was al af. En toen dacht ik, nou, laat ik eens een advertentie plaatsen op booking.com en Airbnb. Kijken wat het doet. En ik schrok me rot. Er kwamen boekingen binnen. In positieve zin. Absoluut, ja. Het is ontzettend leuk om te doen. Ja, ja, wat is er leuk aan? Ik doe datgene wat ik al 12 jaar doe in mijn eigen salon. Alleen nu doen we het manager. Nou ja, ik doe de boekingen. Ik ben zelf geen kapster, dus ik heb kapsters aan het werk. En nu mag ik dan mensen ontvangen voor een overnachting. Dus ik vind het dan wel heel, ik ben wel echt de gastvrouw. Ik vind het dan wel leuk om dat alles op zijn plek staat en dat de handdoeken lekker vers ruiken en dat de bedden mooi opgemaakt zijn. Dus het product wat er uiteindelijk uitkomt is prachtig om te zien. Ja. Want je zei al die constructie, je bent dan zelf niet de eigenaresse. Dit is een man uit, een ondernemer uit Groningen, begrepen we. Ja, dat is iemand. Hoe komt hij zo in Enschede? Peter Bosmans heeft BB Vastgoedbeheer. Dat is een mooi vastgoedbedrijf in onder andere Enschede. En ze hebben meerdere panden in Enschede, waarvan ze normaal ook voor langere tijd verhuren. Mm-hmm. Maar dit was zo'n unieke locatie in de binnenstad van Enschede, dat ze dachten, wij willen Enschede eigenlijk ook wel verrijken met een mooi bed-and-breakfast concept. En er had niet iets beters in kunnen zitten dan The Residence. Dus zie het als een boutique hotel, maar dan de faciliteiten van een bed and breakfast. Ja, precies, ja. Nou, het is ook echt een nieuw pand. Hè, voor de mensen die dat niet weten, daar stond helemaal niks. Ook op die plek. Ja, eerder op een klein stukje daarvan, maar er is onlangs heel veel gebouwd. Ja. Ik weet dat omdat ik echt met mijn schuine oog vanuit mijn huiskamer er tegenaan kijk. Het is een mooi pand geworden. Jij zit dan om de hoek ook nog, heb je ook nog een eigen zaak, Mivida, waar je net over had. Vroeg me ook af, word je niet ontzettend druk dan ook straks met al die balletjes? Nou ja, ik vind niets leukers dan druk zijn met werken. Ik hou van werken. Ik vind het. Ik zie heel veel overeenkomsten met het werk wat ik al doe. En als je dit goed managt, dan kan het ook gewoon. En ik krijg hier zoveel energie van. Ik vind het zo'n leuk idee van Peter ook. Mooi. Dus heel dankbaar dat ik het mag doen. Nou, als mensen dat echt zelf willen gaan proeven, booking.com kunnen we blijkbaar. Wat is de beste manier om een kamer te krijgen? De beste manier is via onze eigen website. Dat is www.bbtheresidence.nl. Dat is altijd het voordeligst. Kijk aan. Bedankt voor de tip. Ja. Merel Halicheli. Dank je wel.